We zijn hier op de bouwcampus in Delft om de bouwagenda met elkaar te bespreken met een heel belangrijk breed samengestelde bouwcoalitie van allemaal partijen die in die sector werkzaam zijn. Dat is heel belangrijk, vinden wij ook vanuit de Rijksoverheid heel belangrijk, omdat de sector voor grote uitdagingen staat en dat vraagt veel innovatief vermogen. Waarom moet dat? Omdat er grote uitdagingen zijn, of het nou de verduurzaming is of de circulaire economie of gewoon het weer op productie brengen van de bouw. Dat vraagt vernieuwing ook in die sector. En daar hebben we als opdrachtgevers bij het Rijk heel veel belang bij. Daar hebben opdrachtnemers uit de bouwsector veel belang bij. Dus we moeten elkaar daarin stimuleren. En we moeten echt de grenzen opzoeken van wat deze sector kan. En die sector kan veel. In die bouwagenda moet komen te staan, wat mij betreft zo concreet mogelijk, wat er de komende 4 jaar nou zou kunnen gebeuren om die innovatie aan te jagen. En dat, wat mij betreft, concrete doelstellingen op het terrein van infrastructuur, op het terrein van woningbouw, op het terrein van bijvoorbeeld scholenbouw, waar verduurzaming al nodig is. Concrete doelen en wat mij betreft zegt ook iedereen, elke partij, opdrachtgever, opdrachtnemer, kennisinstellingen, wat die daaraan kan bijdragen. Vanavond komt hier de taskforce bij elkaar om met name voor te bereiden het gesprek wat we daarna zullen hebben met die veel breder samengestelde coalitie. En dat zal dus concreet gaan over de vraag van wat kunnen we nou in de komende weken goed op papier krijgen, omdat het natuurlijk een belangrijk moment is. En ik weet dat ook vanuit die Rijksoverheid, we kijken er allemaal naar, van de verkiezingen van 15 maart en een mogelijk nieuw kabinet wat daarna in de komende maanden daarna komt. Dat zal overigens niet alleen een opgave zijn wat mij betreft voor het nieuwe kabinet. Natuurlijk mogen we dingen vragen ook aan een eventueel nieuw kabinet. Maar het is ook de sector zelf die daarmee aan de slag moet. De heer Wintjes praat over een revolutie in zijn bouwagenda. Ik vind dat hij daar de spijker op de kop slaat. Dat is ook nodig. Of ik de bouwsector dat nou heel snel zie doen. Kijk, de bouwsector is wel van oudsher een traditionele, georganiseerde, een beetje conservatieve sector. Als ik zo vrij mag zijn om dat te zeggen. Dus het vraagt wel iets van die sector. En tegelijkertijd zie ik heel veel enthousiasme en heel veel gerichtheid op het creëren van die verandering. En daar ben ik zeer ingenomen mee. En ik heb dus hoge verwachtingen.